Dag, welkom bij de paaseditie van Spakenburg Nu. Die helemaal gevuld is met onderwerpen die met deze viering te maken hebben. Zoals paasviering Bavinkschool. Liturgisch paasbloemstuk. Vrolijk eten. Hoop. Morgen is het Pasen, het feest der overwinning. Christus overwon de dood na heftig lijden. Hij loste met zijn sterven de zonde van de hele mensheid af. En dat mag gevierd worden. Ook bij ons in de gemeente overheerst bij veel mensen blijdschap om dit grootse gebeuren. Feestvieren doe je ook door gezellig met elkaar te tafelen. Wat is er mooier dan met familie en vrienden aan een grote tafel te smullen van allerlei lekkers? Dat hoort ook bij Pasen. De kersttollen heten nu paastollen en de Spakenburgse plakken zijn tijdelijk haasjes. Paaseitjes zijn er al maanden en zo kunnen we nog wel even doorgaan. We gingen naar een Spakenburgse bakker om te vragen wat er allemaal deze dagen in paasstijl is. Jeanette, het ruikt heerlijk en het is een fantastische winkel met heerlijke spullen. Maar wat is hier nou in de bakkerswinkel anders dan met de kerst? Sowieso, de kerststol is natuurlijk een paastol geworden. Die hebben we lekker weer met appel en met spijs. We hebben ook heerlijke chocolademuffins in de vorm van een ei. En we hebben natuurlijk de hazen. In plaats van een gevulde koek hebben we een haas. En ja, wat is er nog meer? Een vrolijk paashartje. Die staat daar met vrolijk Pasen erop. Dat is ook iets wat de mensen heel erg leuk vinden. En ja, het gebak natuurlijk, hè, de Parijse bollen, leuk geel gekleurd. En ja, dat vinden de mensen toch wel leuk. Ook al denken ze dat het anders smaakt. Maar dat is niet zo. Nee, dat is echt iets wat de hersens als seintje doorgeven. Want ook al is het gele fondant, het smaakt net zoals de roze. Ja. En als het dan zo meteen weer oranje is, smaakt het ook gewoon hetzelfde. En straks gaan we over naar het oranje, precies, van Koningsdag. We gaan van geel naar oranje. Ja. Hoe reageren mensen op al die paasdingen? Op zich heel positief. Ze vinden het leuk. En het wordt ook steeds drukker met Pasen. De kerst is natuurlijk de topper. Maar Pasen begint er behoorlijk bij te komen. Ook weer qua taarten worden erg veel taarten besteld. En als het kan ook in het kader van geel. Gele fondant, gele marsepein. Ja, dat begint behoorlijk te lopen. Ja. Als je nou al die randverschijnselen ziet tegenover Pasen, wat denk je dan? Ja, wat Pasen voor mij betekent, dat is toch wel de Heer Jezus. Hè? Dat hij voor ons aan het kruis gestorven is. Voor al onze zonden en verkeerde dingen die we gedaan hebben. En ik vond het de hele week al heel mooi, de stille week, om daar naartoe te gaan elke avond. Om het avondmaal met elkaar te vieren, donderdagavonds. En heel mooi wat ik vond, is dat ik dat met mijn vriendinnen kan doen. We zijn allemaal van een verschillende kerk. En dan zijn we toch naar de gereformeerde kerk geweest met z'n allen. En dan kan je eens een keer met je vriendinnen gezamenlijk avondmaal vieren. Dat vond ik heel erg mooi. Ik wens je een mooie paas. Dankjewel. Op tweede paasdag gezellig met het gezin op stap? Ga dan naar zorgboerderij De Veldmuis. En geniet van alle activiteiten onder het genot van een hapje en een drankje. De boerderij is deze dag al vanaf 11 uur geopend. Er worden poffertjes gebakken, er is een springkussen en de kinderen kunnen geschminkt worden. Kortom, gezelligheid voor iedereen. En we hebben nog een tip. Gidsen van Stichting Schapendrift hebben een heleboel chocolade paaseitjes verstopt op de Ermeloze Heide. Op tweede paasdag kun je op zoek naar de eitjes, samen met kinderen of kleinkinderen. Vertrek is om 1:30 vanaf de schaapskooi Ermelo. Onderweg wordt er ook gespeurd naar hazen, konijnen en andere dieren die in dit gebied leven. De gidsen Marlene en Gerard wijzen op diersporen en helpen kinderen een handje met speuren. Kijk ook eens in dat konijnenhol of onder die boomstam. Uiteraard mag je de chocolade-eitjes na afloop meenemen of opeten. De paasspeurtocht is van 1:30 tot 3:00 en aanmelden is niet nodig. Wilma Vedder maakt bijzondere bloemwerken. Ze is vooral bekend van haar liturgische creaties. Alice ontmoette haar in de Zuiderkerk, waar een bijzonder stuk van haar staat. Wilma Vedder, je maakt onder meer liturgische bloemstukken. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Dat is mij 10 jaar geleden gevraagd of ik dat wilde doen. Dus daar ben ik toen mee begonnen. Ik heb eerst op internet gekeken van
wat de liturgische kleuren zijn en wat de betekenis is van sommige bloemen. En zo is dat ontstaan eigenlijk. Jij deed dus al wat met bloemen, want hoe kom je zo op dit genre, zou ik eigenlijk zeggen, hè? Ja, ik ben bloemist, gewoon. Dus dat, ik heb altijd bloemist geweest in verschillende winkels. En ik heb een poosje voor mezelf gestaan op het Kolkplein. En uiteindelijk ben ik daarmee gestopt, omdat ik het te koud vond. En toen zou ik eigenlijk stoppen en toen vroegen ze dit voor de kerk. Dus toen ben ik daarheen doorgegaan. Ja, en van het een komt het ander. Want ook naar aanleiding van de Stille Week mocht jij een liturgisch stuk maken. Ja. Hier in de Zuiderkerk. Hoe ga je dan te werk? Nou, de teksten worden mij doorgegeven in eerste instantie. En dan ga je die eerst eens lezen. En soms heb je gelijk al dat je zegt van, oh, dat is precies wat ik maken wil. En soms moet je 3 keer de tekst lezen uit verschillende vertalingen om te bedenken hoe de tekst precies in elkaar valt. En dan met de ene vertaling denk je, oh wacht, dit springt eruit. En de andere keer springt dat eruit en dan voeg je dat samen in het bloemstuk. Het thema was dit keer Jezus de Koning Knecht. Ja, en hoe begin je dan zo'n eerste dag? Nou, ik ben begonnen met de tekst te lezen. Die vond ik in Jesaja erg moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik moest echt zoeken naar de tekst. Dus ik heb het bloemstuk. En ben eerst maar begonnen dat ik vond dat hij er heel erg alleenig voor stond. Het ging echt om hem, over hij. Jezus, ja, spreken we nu over. Ja, want er staat alleen maar hij. Want Jesaja spreekt erover, over hij en hem. En dat staat met een hoofdletter. Dus dat is een vooraankondiging van Jezus. Dus toen ben ik begonnen met het bloemstuk van 1 roos in het midden. En er stond ook een stukje in over het geknakte riet. Of het, wat niet gebroken zou worden. En toen denk ik, nou, dat kan ik er dan ook mooi in gebruiken. Omdat je wil wel een liturgisch stuk, maar ja, dat kan je heel sober houden. Maar je wil er toch ook beeldend, een mooi stuk van maken. Dus dan vandaar dat ik ook het voor het riet heb gekozen om dat erin in te verwerken de eerste dag. Ja, en dan ga je zo verder naar een tweede dag. Ja, de tweede dag, daar kwam bij mij de tekst heel erg naar voren. Dat onder zijn hand, de schaduw. Dus daarom heb ik dat grote blad erbij gedaan. Dan krijg je de schaduw die op het gipskruid valt. En het gipskruid is dan het licht van Jezus dat zich uitspreidt over de wereld. En naar andere heidenvolken, zoals het in de tekst mooi genoemd werd. En dan gaan we naar de derde dag. Ja, de derde dag was echt het lijden van de Heer Jezus. Dus daar heb ik de doornenkroon voor gebruikt. Ja, Wilma, ik kan wel zeggen, jij schildert als het ware met bloemen. Want donderdag vierden we avondmaal met elkaar. En daar werd een ander stuk voor gemaakt. Waarom? Ja, op donderdag krijg je altijd weer een nieuw stuk. Op woensdag gaat het stuk dan naar een zieke of naar iemand waarvan iemand is overleden. En dan wordt er op donderdag komt er een nieuw stuk. Met heilige avondmaal gebruiken we altijd wit. En die kleur staat voor reinheid. En deze keer ging ook de tekst over Jesaja. En Het ging er eigenlijk over dat Jezus helemaal alleen stond. Dat hij helemaal alleen gelaten werd. Dus daarom heb ik 1 roos helemaal alleen gekozen. En alle andere bloemen met de achterkant als het ware naar Jezus toe. En daarom heb ik hem ook met de achterkant naar de gemeente gezet. Zodat wij een beetje kunnen voelen. Totale verlatenheid. Ja, dat we tegen de achterkant van de mensen aankijken. Tegen de ruggen van de mensen eigenlijk. Als jij zo bezig bent, hè, met het verwerken van die bloemen, dan gaan er natuurlijk heel veel gedachten door je heen. Wat zegt Pasen jou, naar aanleiding ook van deze stukken, hè, Jezus de koningknecht, die echt knecht werd, hè, zijn leven aflegde om ons te verlossen? Ja, je voelt dan, doordat je er echt mee bezig bent, de verlatenheid die Jezus. Ja, je kan het je niet voorstellen, want je bent Jezus niet. Maar je kan je een beetje voorstellen hoe het is als je alleenig staat. En doordat je dat met bloemen probeert uit te drukken, probeer je dat, ja, voel je dat voor jezelf ook wel. Deze week werden in meerdere kerken de stille weekdiensten gehouden. Maar er waren ook vieringen van de scholen. Bijvoorbeeld de viering van de Bavingsschool in de Noorderkerk. Levi!
Mijn vader bracht ze bij. Af en toe liep ik langs de kamer waar we waren. Als ik van mijn moeder iets uit de keuken moest halen. Toen hoorde ik zijn stem zeggen: vrienden, ik ben blij dat ik met jullie een pizza maar kan eten. Voordat mijn tijd van Leiden begint. Jongen, dat is wel raar. Hij is toch de sterke koning. Wat gebeurde er verder? Jezus stak een beetje ruimer dan zijn vrienden. En toen zijn er ook opeens iets raars. Dit is mijn buik. Dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. En dat betekent dat hij doodgaat? Toen pakte hij brood en brak het en dan zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Wat zal hij daarmee doen? En toen gebeurde nog wel het ergste. Jezus zei: één van jullie zal mij verraden. Je had ze niet zien kijken. Ze keken op me aan en vroegen: wie dan? Wie dan? Nou, fijne vrienden, Jezus, hè? Ja, die ene, want die pakte zijn brood en ik kreeg zo boos en ik kreeg een kippenvelplan. Jezus zei tegen: doe maar meteen wat je van plan bent. En toen? De man rende weg. Ik schrok ontzettend toen hij de deur uitstond. Ik kon nog niet wegkruipen. Zijn naam had ik nog gehoord. Hij heette Judas. Jongen, wat staan we hier nog? We moeten hier maar waarschuwen. Wie gaat Judas hem verraden? Bij de Romeinen, waar zou jullie zijn niet gaan? Jezus ging met een paar vrienden weg. Ik geloof naar de Olijfberg. Wat zal ik daar gaan doen? Ik ga praten.
is Pasen? Die vraag stelden we aan jong en oud en we kregen bijzondere antwoorden. Wat houdt Pasen voor u in? Dat houdt voor mij net dat opstanding dat hij voor mij geleden heeft voor mijn zonde. Niet en dat ik dan na Pasen weten mag dat hij alles voor gedaan heeft. Dat ik dan door de Heer Jezus voor mij geleden heeft in de hemel mag komen. De opstanding van de Heer Jezus. Of... Wat betekent dit voor jou? Ja, wat betekent het voor mij? Ja, ik ben zelf christelijk opgevoed, maar ja, ik heb er op moment niet zo heel veel mee. Pasen houdt voor mij in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou, voor mij houdt Pasen in dat de Heer Jezus voor ons gekruisigd en gestorven is. Voor onze zonden. Zodat wij weer bij hem kunnen komen. Heel gezellig, met elkaar eten. Ja? Ja. Jezus wordt gekruisigd en weer gaat staan. Gezellig met vrienden en gewoon gezellig. Pasen betekent voor mij de opstanding van Jezus Christus, mijn verlosser. Ik wens jullie allemaal fijne paasdagen en we gaan vieren dat hij voor ons is opgestaan. Hij leeft. Het kruisigen van Jezus, hè? Ja. Ja. Het is het mooiste wat er is. Ja. Want daarom zijn wij behouden als christenen zijnde. Wat betekent voor mij Pasen, ja. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Blijheid, vrijheid. Hoop. Ja? Ja, hoop in alle dingen. Nou, de opstanding van Christus. Hè. Dat, en dat is heel wat. Ja. Dus, want net als gisteravond, daar hou ik goed niet van. Dat allemaal verfilmd wordt en gespeeld wordt en al die dingen meer. Ik geloof niet dat erg christelijk is. Voor mij Pas is een van de belangrijkste dingen in ons leven. De opstanding natuurlijk. En daar beduren we ons hele leven op verder. Ik wens iedereen een gezegend Pas en een vredelievend voortzetting van het leven. Want het is in deze tijd niet allemaal zeker. Ja, heel veel Pasen is de opstanding. Dus, en het is dat de Heer Jezus onze zonden op zich heeft genomen. Dus wij zijn vrijgekocht. Gezelligheid en eten met familie, kindertjes paaseieren laten zoeken en een hele mooie dag ervan maken. De Pasen betekent voor mij dat de Heer Jezus aan het kruis gegaan is natuurlijk. En dat we een nieuwe kans hebben gekregen. Pasen is een vrolijk feest. Ja? Ja. Dan is de Heer Jezus opgewekt. En die is gestorven voor onze zonde. Dus wanneer wij onder het kruis willen komen, dan zal hij voor ons zorgen. Ja, dat Jezus aan het kruis gehangen heeft van al onze zonden. En dat we daar van jongs af aan mee opgegroeid zijn. En dat de Heer zelf mag zorgen door zijn geest dat we daarin blijven geloven. Afgelopen week was Stille Week, waarin stilgestaan werd bij het vrijwillig lijden van Christus. Morgen is er dus Pasen. Verdriet slaat om in vreugde na zijn opstanding uit de dood. Dat noemde ik al aan het begin en daar sluiten we vandaag ook mee af. Luistert u naar het volgende lied. Thank you.
waarom verlaat u mij? Zie wat Jezus heeft gedaan in zijn lijden, heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief als hij. Dit was Spakenburg Nu, deze keer helemaal in het teken van Pasen. Zondag is er een speciale uitzending met paasliederen van Los op Zondag. Maandag, tweede paasdag, wordt er op alle evenuren een paaszangdienst van Soli Deo Gloria uitgezonden. Dinsdag in het vrije item is uitgebreid te zien hoe het er vorige week aan toe ging bij de landelijke brandweerwedstrijden in Bunschoten. En woensdag zijn wij er weer met een nieuwe Spakenburg Nu. Mede namens alle medewerkers van de LOS wens ik u een gezellig, maar vooral gezegend paasfeest. Dag!